Hoi, vandaag heb ik voor jullie een tutorial van een ooglook die ik een tijdje terug in een vlog op had met allemaal peachy kleuren. Ik vroeg toen van, zouden jullie een tutorial willen? En heel veel zeiden van wel, dus ik ga hem vandaag voor jullie laten zien. Ik gebruik voor deze look dit doosje van Physiart. En dit doosje heeft allemaal nude kleuren, bruine tinten en een paar best wel warme peachy kleuren. Normaal staat me eigenlijk niet echt warme kleuren. Maar deze look vond ik toch best wel leuk gelukt. En die... Sorry, de buren zijn aan het boren. En die bevatten zeg maar een beetje dit soort tinten en dit. Dus echt wat warmere, peachier kleuren. Je hoeft natuurlijk niet dit doosje te hebben. Je kan ook een soortgelijk iets gebruiken. De key van deze tutorial is eigenlijk dat je dus kleuren moet hebben die dicht bij elkaar liggen. Weet je, al gebruik je blauw of iets anders. Het gaat erom, dit ligt allemaal heel dicht bij elkaar. En daar kan je best wel een toffe look mee maken. Het eerste waar ik mee begin is oogschaduwbasis. Dat gebruik ik altijd. Dat zorgt ervoor dat je oogschaduw goed op zijn plek blijft zitten. En ik gebruik Sin... van de Urban Decay. Urban Decay heeft wat mij betreft de beste oogschaduwbasis. Dus als je op vakantie bent ooit, neem deze mee van Sephora. Want je doet er echt jaren mee. Het is echt een goede investering. Dan ga ik beginnen met de look. Ik breng deze kleur aan onder de wenkbrauw en naar beneden toe. Het is een soort van highlighter, peachy, neutral huidskleur. Ik begin boven. Naar beneden toe. Dit creëert een soort basislaag. Kijk, hier heb ik het wel op en hier niet. Hier zie je nog een beetje roodheid. Ook omdat ik net mijn wenkbrauw heb gewaxt. Het is een soort van basiskleur. Net als dat je foundation op doet. De rest breng je er overheen aan. Dan neem ik nu een beetje van de witte kleur. Een klein kwastje. En dit breng ik echt onder de wenkbrauw aan. Wit is best een mooie highlighterkleur. Maar je moet weten hoe je hem aanbrengt. Dus niet te veel, niet te wit. Want dat is ook heel lelijk op foto's. Maar gewoon een klein beetje zo... Dat is een highlighter. Dan neem ik nu deze kleur. En die is, ik sla er even eentje over. Die is ietsje donkerder dan de highlighter. Eigenlijk de iets neutralere versie van de highlighter. Hiermee ga ik in mijn arcadeboog. Je ziet echt minimaal verschil. Maar het verschil is er. Je bouwt het op als het ware. En omdat de kleur zo dicht bij de andere kleuren ligt, maakt het ook niet uit als je een beetje uitschiet of wat dan ook. Gewoon blenden. Het valt niet heel erg op. Blend het goed omhoog. Nu dip ik mijn kwast in deze oranje bronzige kleur. En hiermee doe ik precies hetzelfde, alleen blend ik dit iets minder hoog. Ja. De blending brush doe ik een beetje de rand omhoog. En dan neem ik die derde kleur, dat is deze. Die breng ik aan op het ooglid. En dan doe ik mijn gebruikelijke eyeliner routine. Ik neem een klein kwastje zwarte oogschaduwpoeder. Kan ook bruin, maar ik ga vandaag voor zwart. Dit breng ik aan als randje. Ik heb hier een aparte video over gemaakt. Eyeliner. En ik heb vandaag wel zin in een wing. En natuurlijk is de wing ongelijk. Mascara. Dit is de uiteindelijke look. Dit is mijn peachy, warme, neutrale, everyday look. Zoiets kan je dus doen met, ook met roze tint natuurlijk. Wat je ook kan doen is, je kan zoiets met blushkleuren doen. Als je dat hebt, als je verschillende warme blush tinten hebt, zou je ook zo'n soort look kunnen doen. Dus je kan er alle kanten mee op. Ik hoop dat jullie het leuk vonden, dat je er een beetje inspiratie uit hebt opgedaan. Bedankt voor het kijken en ik zie jullie snel weer.